spring. Ja, als ik kijk naar de congressen waar ik heen ga, dus vakinhoudelijke congressen, dan zijn de problemen, de echte problemen die benoemd worden, die we de komende jaren moeten oplossen. De een is advertising en de ander is content management. Als issues die gewoon op dit moment progressie tegenhouden. Maar voor content management hebben we toch ook al gewoon allerlei standaarden en zo. Het is ook een beetje plaatjes, tekst en een stukje video. Dat moet toch kunnen dat je dat ergens in een container brengt? Nou, het is inmiddels is het iets verder dan, weet je, dat is het nog steeds in pagina's denken. Maar inmiddels zijn we erachter dat goede content, een verhaal, dat meer is dan een pagina. Dat is een collectie van blobs. Nou ja. En hoe je dat is een aantal blobs met eenzelfde thema of met eenzelfde achtergrond. Of een relevant verbindend element, ja. Ja. Maar de content management systemen die we hebben, die kunnen daar helemaal geen, weet je, die kunnen daar niet mee omgaan. Die denken nog steeds in pagina's. Is dat zo? Dat is heel slecht. Ja, dat is ook heel slecht. Ja. Dat is ook heel slecht. Het is volgens mij niet zo moeilijk. Je moet gewoon content moet je goed labelen, scheiden van de omgeving. En dan vervolgens door het gebruiksmoment laten bepalen welke content uit de grote bak naar boven kan. Ja, maar dat... En dat moet je kunnen beheren. Precies, ja. Je moet, zeg maar, hoe dat dan uit de bak komt, daar zijn we al een hele tijd achter. Ik bedoel, dat is eigenlijk dat CMS'en zijn op die manier ontstaan. Alleen dat is nu gebeurd, nu geautomatiseerd. Zo van, maar is toch mooi? Nou, labeltjes bij elkaar keilen en klaar. We hebben dingen die op elkaar lijken. Maar CMS dat is niet, houden zich dat bezig. Is niet zo. We hebben een soort Microsoft Word probleem. Microsoft Word is een fantastisch programma voor de 200 mensen wereldwijd die het begrijpen. En als je het niet begrijpt, dan maak je er rotzooi mee. Dan maak je een hele slechte. Goede smaak kan niet zeg maar gestimuleerd worden en slechte smaak niet opgelost worden door software. Nee, het gaat niet over smaak, het gaat me over de tools die er geboden worden. Dus de tool. Lost het verkeerde probleem op. Ja, dus er worden tools aangeboden die in de juiste handen fantastische dingen teweeg kunnen brengen. Teweeg kunnen brengen. Maar die in de verkeerde handen totaal verkeerde dingen juist. Veel te veel. Een auto in handen van iemand die dronken is of niet kan rijden is ook gevaarlijk. Ja, precies. Dus dat doen we niet. Maar we geven wel CMS aan content editors. Ja, dat is jammer inderdaad, die editor. We geven ze tools in handen zonder ze op te leiden. Nou, maar de logica die moet niet uit het systeem komen. Die moet komen uit degene die de omgeving beheert. En wat we vaak doen is zeggen van oké, er is een regel dat het laatste bericht hier omhoog komt. En dan is het klaar. Ja. En dan kun je afvragen, maar waarom is het laatste bericht relevant? Kijk, ik heb daar voor MSN een tijd stuk op geslagen. Op het moment dat jij een artikel leest over Nine Inch Nails, dan is het niet zo relevant, ook al is het best gelezen artikel, om over Justin Bieber of Britney Spears te gaan praten bij de gesuggereerde artikelen. Dus ja, best gelezen is een mooi principe, maar niet voor een omgeving waarin je al meer weet. Elke keer dat iemand klikt, dan vertelt hij iets over zijn interesse van automatische van dat moment. Ja. Weet je, dus als je daar dan rekening mee houdt en gebruik van maakt, dan ga je iets neerzetten wat relevanter is. Ja. En dan zeg je van, nou ja, goh, weet je, je bent nu iets aan het lezen over Nine Inch Nails, misschien wil je ook iets. Maar dit is puur vanuit de vraag van de gebruiker geredeneerd. En je hebt natuurlijk ook sites die juist content brengen, die zeggen van dit is interessant. Ja, ik weet je nog niet. Ja, maar er zijn heel veel verschillende dingen die relevantie brengen. En nabijheid brengt ook relevantie. Als jij mij vertelt dat hier in Amsterdam iemand een poppenwinkeltje heeft, interesseert het me geen ruk. Ja. Als je mij vertelt dat iemand in mijn straat een poppenwinkeltje heeft, wil ik weten wie dat is en of ik diegene ken. Ja. En zo geldt het voor een heleboel dingen. Hè? Dus je hebt nabijheid, dat brengt relevantie. Je hebt content, die brengt relevantie. Maar je hebt ook dingen die met mijn sociale omgeving te maken hebben. De social graph brengt relevantie. En al die verschillende manieren kun je gebruiken om uiteindelijk tot iets te komen wat heel relevant is voor degene die ernaar kijkt. Ja. En dat is een kwestie van intelligent gebruik, van goede business rules opstellen en een slimme editor. Die op basis van wat iemand daarvoor net gedaan heeft, waarschijnlijker maakt bij elke keer dat we een keuze maken. Maar die dingen bij elkaar brengen, dat is echt een kwestie. En dat is echt iets waar wij ook dagelijks mee worstelen. Ja. Want we hebben inderdaad, over CMS hadden we het, heb ik het altijd over. Ja, twee dingen doet hij heel erg goed en één ding doet hij altijd heel erg slecht. Er is bijna geen enkel CMS wat alle drie de vinkjes afvinkt. En wat zijn de drie vinkjes? De drie vinkjes zijn snelheid, programmeerbaarheid, dus kan je er iets moois van bakken als developer. Ja. En is het vriendelijk voor de redactie. Ah ja.
Dus kan een redactie ermee aan de slag. Ja, maar de vraag van is het vriendelijk voor de redactie wordt altijd verkeerd beantwoord. Ja, precies. Ja, want dat is dus niet kan de redactie alles. Ja. Nee, kan de redactie het juiste ding maken. Ja, precies. Kan de redactie de juiste dingen, dat zou het antwoord dus zijn. Kan de redactie ook belemmerd worden om bepaalde dingen te doen? Oh, ja, juist. Ja, dat ik, had ook, ik had ooit een site met een kids section waarbij de redactrice op een gegeven moment, toen ik even niet oplette, roze Comic Sans gebruikte. Ja. Ja, nee, weet je, dat is toch een dat probleem. Dat is het voorbeeld van wat nog steeds als een feature verkocht wordt. Ja. We zetten er een Whistlewick. Je kan alle fonts aanzetten. Dat zijn bugs, dat zijn geen features. Nee. Volgens mij hebben we er heel lang over gepraat welk font we zouden gebruiken voor die website. En dan vervolgens gebeurt er zoiets. Ja, toch jammer. Maar dat is dus dat is het probleem van CMS'en, die niet inzien dat dat geen feature is. Maar het is ook een organisatorisch probleem. En dat is dus iets wat we ook proberen op te lossen als bedrijf wat websites implementeert. Alsof van, ja, hoe heet het? Je hebt nu het mooie hoefijzer, je hebt de techniek en het mooie design. Maar nu moet je ermee aan de slag. Dus nu moet je ervoor zorgen om om de juiste content te maken. En wat zou dan de beste manier zijn? En heb je het inderdaad een beetje, ben je echt een redactie aan het oprichten? Ja. En vaak is dat dus een redactie van mensen die dat niet dagelijks doen. En daar gaat, dat is best een uitdaging. En daar nuttig mee omgaan. Dus mensen eigenlijk in een organisatie moet je dan eigenlijk zeggen van, oké, in de periferie hebben jullie een webding, namelijk jullie website. En in de organisatie zijn mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. En die gaan daar op deze manier mee om. En daar goede educatie over geven. En dat soort zaken. Dat is nooit dat is moeilijk. Voor. Nou, dat is een organisatorische deel van het verhaal. Maar je begrijpt dat onze opdrachtgevers, dat zijn vaak marketing- en communicatiemensen, maar dat zijn vaak niet de mensen die er uiteindelijk mee aan de slag gaan. Nee. Dat zijn mensen die een leuk artikeltje maken. Ja, maar goed. Die inzichten over content management, die zijn ook echt wel nu in een flinke stroomversnelling. Ja, gelukkig wel. Ja. Wel we maken ook steeds mooiere dingen samen met ons. Met klanten of als mensheid. Maar als je toch gewoon, bij wijze van spreken, het mooie iTunes-principe, schitterende software trouwens, van smart playlists. Ja. Weet je, dat is toch eigenlijk alles wat je nodig hebt om een goed product te kunnen maken? Nee. Nee. Nee, dat is het niet. Of was je nu sarcastisch? Nee, ik was niet sarcastisch. Okay. Ik vind smart playlists heel mooi. Ja, smart, ze zijn heel erg handig, maar het is niet de end-all en be-all. Ja, dat werkt curatie, jongens. Dat is heel erg mooi. En dat kan ook veel gerichter een antwoord geven. Of in ieder geval richting geven aan je lezers. En ja, maar curatie staat toch los van mijn playlist? Mijn playlist die kan je niet betalen voor heel veel producten. Dat is zeker. En dan is maar de misschien smart moet je playlist dan de oplossing. Ja. Ja. Mits intelligent geprogrammeerd. Ja, nee, goed. Ja. En dat is een hele goede toevoeging. Ja, absoluut. Hoeveel zitten we eigenlijk? Oh jongens, we zitten ruim over de tijd. Maar dat is vast die er zit ook een kwartier interessante fouilleren-actie zat er ook nog tussen. Ja, procesverbaal. Dat heeft ook zeker 10 minuten geduurd, want ze moesten een heel velletje invullen. Van die machete die ik bij had. Een mesh. A6. Dat was waarschijnlijk het eerste procesverbaal wat we invulden. Nou, mooi dat ze ook gewoon van die blauwe plastic latex handschoentjes aan hadden. Ja, voor het geval dat er misschien bloed zat op je mes. Ja. Waar heb je dat mes voor gebruikt de laatste keer? Ja. Voordat je het inlevert? Om een pakketje open te maken. Oh, ja. Er zaten dus vezels op. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ik kreeg vast een volledige analyse van de ingrediënten die allemaal in het zakmes zitten. Ja, ik heb wel eens op een autoprogramma gezien wat ze daarmee kunnen. En dan hadden ze voor de grap, dat is volgens mij top hier, hadden ze auto's, tweedehands auto's gekocht en die hadden ze sporenonderzoek op laten doen. Ja. Om eens te kijken wat er zoal in de auto's gebeurd was voordat ze erin zaten. Nou, je wil niet weten wat ze allemaal aantroffen op de stoelen. Je kijkt op een hele andere manier naar een tweedehands auto. Ik kan me iets voorstellen, ja. Dus wie weet wat ze met je mes nog voor plezier hebben. Ik wil dat niet weten. Oh la la, deze auto komt uit Frankrijk. Nou jongens, we zijn er weer. Jeroen, hoe vond je hem? Ik had niet zo heel veel verwachting, maar ik vond het een leuk gesprek. Okay, ja, mooi. Enorm bedankt dat je er was. Ja, echt super. Tot de volgende keer, jongens. Doei. Doei. Leuk. Maar ik was